Zo dominant als het afgelopen decennium wordt PSV nooit meer. Dat klopt. Ja, natuurlijk wel. Nee, dat geloof ik niet. Op dit moment niet. Ik zou niet weten waarom niet. Het is een kwestie van tijd natuurlijk. En een kwestie van beleid. Ik bedoel, als de juiste spelers worden aangetrokken. Het is allemaal een kwestie van kwaliteit. De kwaliteit in heel Nederland neemt af. En dus er is ruimte genoeg voor iedereen om de hegemonie te grijpen. En dus is die kans er ook voor PSV. En die zijn er verdomd goed van overtuigd dat PSV nog niet oogstrelend speelt. En niet dat je met een 1-0 voorsprong zegt van die drie punten zijn binnen. Nee, het is altijd nog maar afwachten hoe de wedstrijd afloopt. En dat is eigenlijk een beetje het manco op dit moment van PSV. De oplossing is heel simpel. Het gaat er gewoon om dat je hele goede spelers hebt. Toen ik kwam kon je nog spelers als Romario, Ronaldo, Luc Niels en noem ze Alex en dingen halen. Maar ik denk dat in de huidige verhoudingen niet meer kan. De scouting van de grote profclubs in Engeland en noem maar op, die is zodanig geworden dat ze op 12, 13 jaar, 14-jarige leeftijd dit soort talenten al uit de landen halen, zodat je geen kans meer hebt. Ik denk gewoon dat je het kaliberniveau van spelers als Mark van Bommel, Van Nistelrooy, dan zijn er misschien wel in een verder volgend stadium, maar toch wel een upgrading kunnen geven aan het PSV, aan het huidige PSV, waar dan ook andere jongere spelers beter door gaan voetballen, omdat die de wetten goed kennen van topvoetbal. Hang je wekelijks aan de lijn met Van Bommel en Van Nistelrooy? Ik heb met Mark meer contact dan met Ruud, maar ik denk dat wij er alles aan moeten doen. Vanuit welke geleding dan ook binnen PSV om die jongens terug te halen naar je club toe. We hopen natuurlijk allemaal dat PSV kampioen wordt, maar als we naar de kwaliteit kijken van het elftal van dit moment, dan denk ik niet dat we het halen. Ze hebben een kans van 50%. Dat is de helft, hè? De helft, ja. Ja, maar dat is ook zo. Ik denk dat, je staat 5 punten voor, dus je hebt meer kansen dan Ajax. En je krijgt Ajax thuis. Twente dan? Nou, Twente moet er bijna toe, dus daarom zeg ik 50%. Dus Twente en PSV gaat het? Ja, daar gaat het.